De Nola Hatterman Art Academy, NHAA, heeft vanmiddag een paneel met kindertekeningen geschonken aan het Sint Vincentius ziekenhuis. Ze deed dat in verband met Kinderdag Morgen. Het paneel is door de docenten en initiatiefnemers van het project, Sunil Pooljoen en Koert Nahar, via onderdirecteur cultuur Harriet Helstone, overgedragen aan Sint Vincentius directeur Manoj Hindri. Het gaat om een project dat de kunstschool in samenwerking met het directoraat cultuur uitvoert om meer financiële middelen binnen te krijgen. Het project houdt onder meer in dat de tekeningen en kunstwerken die door de Nola Hatterman kinderen worden vervaardigd, een rondreis door Suriname zullen maken. Initiatiefnemer Pooljoen vertelt waarom het Sint Vincentius ziekenhuis is uitgekozen voor de launch van het kunstproject. Maar het heeft tegelijkertijd een fundraisingstintje erin. Die fundraisingstintje is eigenlijk namelijk bedoeld omdat de Nola Hatterman Art Academie veel meer wil gaan doen met kinderen. En om deze dingen te doen moet je sowieso financieel heel sterk zijn. Dus wij proberen middels kunst tegemoetkoming binnen de maatschappij op zodoende datgene wat Nola in de toekomst wil bereiken, te mogen bereiken. Het is kinderdag morgen. En dit is dus de kinderafdeling van het Sint Vincentius ziekenhuis. Breng een beetje kleur, breng een beetje kleur, breng vreugde, breng wat creativiteit naar het ziekenhuis. We weten dat er een aantal kinderen hier liggen. Ik begrijp dat er ook kleurplaten zijn gebracht door Nola Hatterman voor de kinderen van de afdeling. En er is ook nog een verrassing waarbij wanneer kinderen ontslagen zijn, dat ze zich mogen melden bij Nola Hatterman om mee te doen aan hun creatieve expressieactiviteiten. SVZ-directeur Hindri is blij met het project dat hij als fantastisch bestempelt. Hij voelt zich vereerd dat de kinderafdeling van zijn ziekenhuis is gekozen voor de start van het project. Het is toch een goede start, want als kinderen hier zijn, dat is nooit een fijne belevenis om in een ziekenhuis opgenomen te zijn. Maar als je ziet dat er, zoals nu, andere kinderen zoveel mooie kunsttekeningen kunnen maken en dergelijke, dan zullen de kinderen die hier zijn opgenomen alleen maar inspireren om ook mee te doen. Om ook hun expressie te uiten. Ook al ben je ziek, je blijft een kind. En je moet de gelegenheid hebben om leuke kinderdingen te kunnen doen. En daarvoor is het Vincentius ziekenhuis alleen maar blij. Want we weten dat een kind niet eigenlijk, net als een volwassene, die gewoon in een bed kan stoppen en zeggen, wacht tot je beter bent. Kinderen hebben extra aandacht nodig. Ze moeten een zo huiselijk mogelijke omgeving hebben. En ze moeten hun dingen die ze als kind graag thuis zouden willen doen, zoveel mogelijk ook hier kunnen doen. Dus zo ook tekenen en schilderen en andere kunstvormen. Directeur Manoj Hindri van het Sint Vincentius ziekenhuis. Hij nam vandaag met de start van een rondreizend kinderexpo van de Nola Hatterman Art Academy een paneel met kindertekeningen in ontvangst. Het paneel is ten behoeve van de kinderafdeling van het ziekenhuis.